Dan het overige transfer nieuws zit natuurlijk midden in de zomerstop. Wat kan je vertellen over uitgaande transfers dan wel inkomend? Nou ja, wat ik net al aangaf is dat, dat wij hoogstwaarschijnlijk zelfs zo Ortiz gaan verliezen. Nou, dat is op een paar kleine details na, is dat rond of zijn wij rond met een club uit de Mexicaanse hoogste divisie. Dat is Monterrey en daar zal hij gaan spelen. Ja, dan Vincent Janssen. Er wordt natuurlijk veel over gesproken, weer goed gedaan bij het Nederlands elftal. Kun je daar wat over zeggen? Nou, in zoverre kan ik daar wat over zeggen dat er natuurlijk een hoop geroepen wordt en een hoop geschreven wordt. Maar er is vooralsnog geen dusdanige concrete belangstelling dat wij zeggen van ja, dat gaat op korte termijn gebeuren. Twee keer gescoord bij Oranje. Is hij dan nog wat te houden voor AZ? Ja, dat ligt er helemaal aan. Hè? Dus uiteindelijk heeft Vincent vorig jaar voor 4 jaar bij AZ getekend. En ja, wij willen natuurlijk graag dat hij nog langer bij AZ blijft. En als je dit laat zien, hè, als jij ook bij het Nederlands elftal op dit podium laat zien dat jij makkelijk mee kan. Ja, dan is het niet zo raar dat er een hele hoop interesse voor is voor zo'n speler. En ook van grote clubs. Tot slot, Marcus Hendricks en Matthias Johansson. Ze hebben ook aangegeven dat ze een volgende stap willen maken. Is daar nog nieuws over? Nee, daar is op dit moment geen nieuws over.